Eindhoven omhelst voor de zevende keer de Omloop Nieuwsblad. De Pro Tour openingswedstrijd van het klassieke wielervoorjaar. Op zaterdag 24 februari zorgt een finale met Nino als aankomstplaats en het legendarische duo Muur en Bosberg in de finale ongetwijfeld voor spektakel. Nienove ademt koers en is helemaal klaar om het peloton te ontvangen. De stad Nienove en het omloopfinishteam eren de eerste wielerhelden van het seizoen op het podium. De 79ste Omloop Nieuwsblad. Beleef het van op de eerste rij aan onze vernieuwde aankomst op de Elisabethlaan. We verwachten je op zaterdag 24 februari voor de aankomst in Nienove. Skaper van Ruimtelijke Ordening, Cathy Koppels hier bij ons. Cathy, Nienove lijkt stilaan een afbraakwerk aan het worden. Hè? Ze zijn hier net begonnen met de afbraakwerken van de Kaaischool. Wat weet u daar meer over? Wel, we hebben die school in 2018 gekocht, de stad, met de bedoeling van die te ontwikkelen, wonen aan de Dender mogelijk te maken. Dus dat zullen inderdaad appartementen zijn, ook wat grondgebonden woningen. Onderaan horeca en vandaag is de sloop van de Kaaischool gestart. Een stukje nostalgie dat weer verdwenen is. Hè. Veel mensen dat daar toch een beetje op klagen. Hè. Ja, en ik denk dat dat ook terecht is. Hè. Je moet ook een beetje het authentieke van je stad bewaren. Maar we gaan dus, de Kaaischool is een vierkant. Er worden drie zijden gesloopt. Dus het is ook een zeer slechte toestand. Maar de zijde langs de Dender, die toch het meest uitgesproken is qua kenmerk, die wordt bewaard, zal gerestaureerd worden en krijgt een publieke functie. Ja, de stortbaden is de bedoeling en ook onze erfgoedraad, lokale Erfgoedraad heeft gevraagd om dat te bewaren en opnieuw te verwerken in de nieuwbouw die er zal komen. Ja. Dus we doen ons best om dat te doen. De afbraakwerken zijn nu gestart. Eens die gedaan zijn, wordt het één grote parking blijkbaar, hè? Ja, dus voorlopig, de mensen hebben graag parking dicht bij de stad. Gaan we een voorlopige, dus geen betonnen of zo, maar met gebroken steengruis, een parking aanleggen, gratis, dicht bij het centrum van de stad. Ja. En wat komt er nadien zo allemaal op? Wel, we hebben een RUP opgemaakt, want het is hier een blauwe zone, publieke zone, om wonen toe te laten. Dus er komen wonen, komen horeca, maar ook ondergrondse parkings. Zowel hier als aan de Graanmarkt, die ook deels openbaar zal zijn, zodat er genoeg parking is voor te winkelen in ons stadscentrum. Ja. En ook ons nieuw stadspark die hier aangelegd wordt. We willen daarmee einde zomer starten. De vergunning is in aanvraag. Omdat dat hier gezellig is om hier iets te eten, te drinken en wonen aan de Dender. En iets drinken aan de Dender is mooi. Wanneer gaan die werken starten hier achter ons op de parking dan? Hopelijk september, oktober. Dus om de tuin aan te leggen. Ja. Ook de 1000 vuur zit er nog aan te komen. En het andere stukje op de Graanmarkt. Belooft nog wat te worden, hè? Ja, die mensen zitten klaar, de ontwikkelaar daar. Dus dat is geen stadsdeel, dat is in eigendom van de privémensen. Maar die zijn klaar om hun vergunning in te dienen. Ik denk in de loop van februari, maart. En ja, een vergunning is ongeveer 3 maanden. En ik denk dat die onmiddellijk nadien zullen starten met het bouwen ook. Dat heeft allemaal te maken met Engeland zitten hier? Ja, dat is allemaal de Ingeland zitten. Dus dat is het gedeelte tussen Dender, Graanmarkt en de Kaaischool en de Burgstraat. En we hebben eerst moeten een RUP opmaken, vandaar dat het zoveel jaar geduurd heeft, om dat te herbestemmen, om dat wonen aan de Dender hier mogelijk te maken. Want het was publieke functie, daar kon je niet overal wonen. Dus we hebben eerst administratief dat dossier moeten in orde maken. Durft u een hokje doen wanneer zou alles kunnen klaar zijn? In welk jaar? Ik denk dat binnen 5 jaar het meeste hier zal klaar zijn. Ja, dat denk ik wel. Nu, er is ook wel een deel mensen die de achtertuinen, dat er ook toegelaten wordt dat daar gebouwd wordt. Maar die mensen hebben geen enkele verplichting. Ze hebben een recht om te bouwen. Dus het kan zijn dat hier binnen 15 of 20 jaar eventueel nog een stukje bijgebouwd wordt. Ook de doorgang hier tegen de school, die komt ook later dan nog uit op de Graanmarkt blijkbaar, hè? Ja, dus, maar die willen we wel deze zomer al openen. Dus naast de winebar, de lovebar. Maar ook voorlopig zal die voorlopig toegankelijk zijn. Onmiddellijk bij de aanleg van de parking na de sloop van de Kaaischool. En nadien als de tuin aangelegd wordt, zal die ook in een definitieve ondergrond meegenomen worden. Omdat dat ook in de vergunningsaanvraag van de aanleg van de tuin zit. Dus Nienove gaat sterk veranderen de komende maanden en jaren. Ik denk dat Nienove een heel mooie stad gaat worden. Een pareltje aan de Dender.